Te Petten, dicht bij de Honsbossche Zeewering, is 's morgens om 11 uur onder belangstelling van de plaatselijke bevolking door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelicht. Het was een voor pers en televisie herhaalde daad die eerder plaatsvond op 29 oktober 1961. Wim T. Schippers, voor wiens Adynamical Works ook van buitenlandse zijde belangstelling bestaat, maakt werken voor alle zintuigen. De gazeuze bij Petten zouden wij misschien het beste een soort feitkunst kunnen noemen. In plaats van met verf en linnen werkt hij met het stellen van feiten. In dit geval is het kunstwerk dus niet een schilderij of een gedicht, maar het legen van een flesje limonade bij Petten.